Deze beschouwing, die gaat over de theorie achter de nieuwe wereldorde. Nu nog beter, nog meer vernieuwd. Ja, dat wordt echt een heel leuk verhaal. En informatief. Want ik weet er wel wat van. Ik ben echt zo'n lapswans die ongelooflijk veel op internet heeft in de ronde geneust. En ik heb overal gekeken. En ik zal gelijk even, uh, spoiler alert. Nee, het zijn niet de Joden. Nou, dat is het hoge woord te eruit, Want <laughs> er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat. Hè. Ja, het zijn de Joden weer hoor. Het is weer eens raak met die Joden, die kromneuzen. Nou, dat is dus niet zo. Maar voordat ik aan de slag ga, even kort reclame voor het grote CO2-experiment, wat steeds meer handen en voeten begint te krijgen. Een korte update, update is dat we nu vier mensen hebben die staan op de lijst als meedenker, medewerker en er zelfs één keer bij en die wil doneren. Als de tijd daar is en we weten wat het gaat kosten en dat soort dingen. Dus voorlopig wordt er nog geen cent uitgegeven. En ik heb een club gevonden die bereid is om naar het plan te kijken. Op voorwaarde dat het uitgeschreven is. En dat vind ik niet meer dan terecht. En dat is een club van hackers. Zo noemen ze zichzelf. Dat zijn computerjojo's. En die hebben we nodig, want we moeten een datalogger hebben. Want we gaan niet temperatuur meten bij het CO2-experiment. En dat er iedere kwartier iemand op de fiets naar de locatie moet waar de meting plaatsvindt... en daar met een zaklamp moet gaan kijken hoe warm het is. Dat moet digitaal op afstand kunnen worden uitgelezen. Nou, die jongens die hebben gereageerd vandaag via de mail. Oh ja, en ik heb gesproken met een bedrijf... of gesproken, gemaild met een bedrijf uit Lisse. En die konden ons helpen met het leveren van temperatuursensoren... Maar die jongens zijn nog wel, de jongen van de afdeling verkoop. Van, nou, om je een goed advies te kunnen geven, moeten we eerst wat meer weten van de proefopstelling. Dus, nou ja, en ik had al gezegd: als ik medestanders zou krijgen. alleen in het woord, alleen via een reactie. Je hoeft helemaal niks te doen, je hoeft geen geld over te maken, allemaal niet nodig. Alleen maar zeggen dat je bereid bent om. dan ga ik schrijven. En ik ben vandaag gaan schrijven. En ik ben wel tevreden over wat ik opgeschreven heb, niet te veel tekst. Lekker to the point. Het grote CO2-experiment. Hieronder staat de intro, en er staat ook een tweede linkje met de theoretische onderbouwing van de reden waarom ik zeker ben dat wij gaan slagen in het aantonen van het feit dat wij enorm voor de gek gehouden zijn met idioterie zoals het klimaatverdrag van Parijs. Het enige wat daar een niet idioot aan is, is dat het de Nederlandse overheid en dus de Nederlandse burger, de Nederlandse staat, dus de Nederlandse burger al een hele bak met geld heeft gekost. Terwijl we al zoveel kosten hebben. Wij krijgen jaarlijks in Nederland, ik dacht, honderdduizend mensen binnen. Die spreken de taal niet. Die zijn niet allemaal in even goede fysieke conditie. Dus die moeten ook nog naar ziekenhuizen en doktoren. Uh, hun kinderen moeten onderwijs krijgen en ze hebben nog geen dag van hun leven voor de Nederlandse samenleving gewerkt. En wij dienen die mensen op te vangen. 100.000 per jaar extra erbij. Terwijl al is vastgesteld dat het laten integreren van die mensen uh, niet altijd even goed verloopt. Zo is een vriend van mij is van Marokkaanse afkomst. Die is al meer dan 20 jaar in Nederland. Wat zeg ik, al bijna 30 jaar in Nederland. Hij spreekt gebrekkig Nederlands en heeft een uitkering. Nou, die man hoeft voor mij echt niet terug. Het is best een aardige keel. Maar wij mogen ons wel bewust zijn van het feit dat iemand zoals die persoon ons behoorlijk wat geld kost. En dat is allemaal best. Maar dan ook daarbovenop nog een keer aan het klimaatverdrag van Parijs gaan betalen. Nou, het lijkt mij dat wij een keer moeten zeggen: de poen is op. In plaats dat we denken dat het onze eigen schuld is en dat de btw maar omhoog moet. Ja, dat is wel te gek voor woorden, man. Nou goed, terug naar de theorie achter de wereldorde. Oh ja, en als je de linkjes gaat, die zijn onder deze uitzendingen. En je kent iemand die wellicht mee zou willen werken. Als jij het zelf niet bent. Maar je kent nog andere mensen die uh, dat misschien wel interessant vinden. Uh, geef die dan even dit linkje door. Het maakt niet uit waar ze wonen. Alleen al meedenken vind ik ook geweldig. Hè? En er komt er dus zo dadelijk een stuk uh, tekst, helemaal netjes uitgeschreven. Mooi pdfje, en daar kan men dus ook op reageren, ook al woon je in Tietjer Stradeel. Of Bethlehem. Hm. De nieuwe wereldorde, wat is dat? Nou, dat zijn natuurlijk twee los van elkaar staande begrippen. Namelijk het ene begrip is nieuw, en het andere begrip is wereldorde. Want te beginnen met het begrip nieuw, er is niets nieuws aan de nieuwe wereldorde, zoals die de wereld in werd geslingerd... in het eerste instantie door mensen zoals Michael Gorbachev... die voormalige leider van de Sovjet-Unie. Een van de laatste leiders, of de laatste leider. Ja, toen Boris Yeltsin, ongelooflijke zuiplap. Ja, en ik weet waar ik het over heb, want ik heb zelf ook veel gesopen. Ja, Boris Yeltsin die heeft meer gesopen dan ik, hoor. Na Yeltsin kwam, als ik het goed heb, kwam Michael Gorbachev. Gorbachev. En toen werd de Sovjet-Unie opgeheven in zijn vorm van de overheersing door de Sovjet. En hebben dus nu de, het één gevallen boel, een afzonderlijke staten. En het blijft nog steeds een puinhoopgebied. En armoedig vooral. Armoedig. De mensen hebben. Ja, ze hebben dat, dat regime wat daar heeft geheerst. Dat heeft in de, Rus, de gemiddelde Rus echt aan de armoedegrens gebracht. Dat is heel erg. Ik moet even niezen. Excuses. Ja, het was Michael Gorbatsjov die dat in de jaren tachtig al uh, de wereld inslingerde. Er zou een nieuwe wereldorde komen. En wij denken dan een orde van de nieuwe wereld. Of een wereldorde voor het eerst. Dus een, een nieuwe wereld, namelijk een ordelijke wereld. Dus dat het gaat om echt iets nieuws. En George Herbert Walker Bush, die man is inmiddels overleden. Dat is de vader van George Walker Bush. En George Walker Bush, dat, dat is die stuntelige president. Die president was voordat. Obama kwam. Was de voorganger van Obama, Barack Obama. Ik blijf het altijd nog gek vinden dat wij hier in Nederland zo'n tv-programma hadden en dat heette de Jiskevet. Dat betekent zoveel als vuilnisbak. Mandaanse Vries. As vat. Jiske dat is as. Vet dat is een vat. As, ja, dat is een asvat. Dat grappige programma, dat had een item en dat heette Obuma, de witte neger. Heel toevallig hoor. Daar komen dan die jongens van Jiskevet mee. Obuma, de witte neger. En even later heb je een president in Amerika en dat is een neger. En ja, die is dan wit in die zin dat het de eerste president is. En voor die tijd in Amerika hadden alleen maar blanke mensen het presidentschap. Vreemd heb ik dat gevonden. Maar je weet er verder niks van. Het kan toeval zijn. Nou, je had die speech die heeft uh, George Herbert Walker Bush gehouden in 1991 op de datum 11 september. En toen sprak hij dan voor een groot publiek de gedenkwaardige woorden: Now we can see a new world order coming. Als ik de baas was geweest van de wereld en ik had uh, George Herbert Walker Bush de opdracht gegeven om daar een orde in aan te brengen en George Herbert Walker Bush was dan gekomen met een speech waarin hij zegt: "Now we can see a new world order coming." Dan had ik hem gelijk ontslagen. Kijk, als ik directeur was geweest van een groot softwarebedrijf. en ik had gezegd: ik wil. Uh, la en, en ik neem een manager aan. en die moet daarvoor gaan zorgen dat dat gaat gebeuren. En dan zit ik de hele tijd te wachten en te wachten en te wachten en te wachten. En dan komt er uiteindelijk een speech en dan verwacht ik van die manager een speech dat hij zegt dat hij alles bereikt heeft wat ik had verwacht. En niet dat hij gaat zeggen, en nu kunnen we dat wat de eigenaar graag wil van deze onderneming, nu kunnen we dat wat de eigenaar graag wil, dat kunnen we zien komen. Snap je? Hoe zou zien komen? Waarom was die orde er niet? Dat was al een hele verdachte uitspraak. Daarmee gaf George Herbert Walker Bush dus toe dat die wereldorde er niet was. En die is er ook helemaal niet. Dat moet je goed in gedachten houden. En het nieuwe eraan. Dat is alleen maar een marketingtruc. Zoals een Tampestafabrikant. die die denkt nou ja, het gaat niet zo goed met de omzet. Wat moet ik eraan doen? En dan zegt het marketingbureau nou, dan moet je komen met een dan moet je komen met een nieuwe formule. Ja, de tandpastafabrikant ja, waar haal ik zo snel een nieuwe formule vandaan? Nou, de tandpastabedrijven, wat gaat er zo in je tampesta? Nou, daar doen we dan uh, dit in en dat in en, uh, en dan maken we een soet met, uh, met een beetje... Wat zullen ze gebruiken? Stevia of zo. En dan zegt een marketingbedrijf, oh, nou en de stevia, waar haal je dat binnen dan, hè? Oh, dat kopen we altijd bij Stevia Co. Oh, zegt die marketingleverancier. Dan uh, wissel je toch van leverancier. Heb jij een nieuwe formule, dan haal je je stevia, dat is een soetmiddel uit blaadjes, hè. Haal je voortaan niet meer bij Stevia en Co, maar bij, uh, noemen ze het anders, Stevia BV in Heer Hugo Waard in Nederland. Wat maakt het uit? En het marketingbureau zal ook nog een keer zeggen tegen het management, en trouwens, het doet er helemaal geen donder toe. Als jij zegt dat je een nieuwe formule hebt, dan werkt het al. En er is toch niemand die het kan controleren. Want ze weten de oude formule niet eens. Het is een manier om een concept aan de man te brengen. Snap je? En zo zat George Herbert Walker Bush... dus een concept te verkopen aan ons... dat er iets aankwam... en dat zou nu wel goed zijn. Maar wat komt er dan aan? Ja, nou, Walker Bush... George Herbert Walker Bush... Die man die nu dood is, zijn zoon heet George Walker Bush. Hij heet Herbert Walker Bush. Die man is nog 90 geworden of 91, verschrikkelijk oud. Van die man, dit moet ik toch nog even kwijt. Dit gaat vooral ook om info over jullie. Hè? Van George, Herbert Walker Bush is een biografie geschreven. Niet een autobiografie, want meneer kan kennelijk zelf niet schrijven. Kijk, als ik ooit zou vinden dat er een biografie moet komen van Verrie Pinkel, dan schrijf ik die zelf wel. Maar daar had die man helemaal geen zin in. Waarschijnlijk kan hij helemaal niet schrijven. Dus die had daar iemand voor ingehuurd. En dan hoefde hij alleen maar in, in zo'n leunstoel te gaan zitten met een sigaar en een glas whisky. Of vodka, of wat hij maar lekker vindt. En dan oreren en dan zo'n... Nou, ongetwijfeld, ik denk een blondine of een brunette of een haarige vrouw. En ik denk een vrouw met lange benen en zo'n borstpartij, daar zei je uh, u tegen. Ik dacht, oh, nou zegt ze wel leuk ding om naar te kijken. waar je dan meemoreert van hoe het ook alweer was in die dagen. En hij heeft dus gezegd tegen dat lekkere ding met dat uh, pen en papieren uh, gebeuren. Dat als het Amerikaanse volk er... Achtergekomen was in die dagen, wat hij en zijn familie hadden uitgespookt, dan waren hij en zijn familie gelincht. Waarmee hij bedoelt, opgehangen aan een hoge boom. Zonder dat je eerst voor een rechtbank komt. Ik was even trouwens vergeten om een thee te pakken, ik pak even mijn thee. Maar ja, zei hij, het Amerikaanse volk is er helemaal niet achter gekomen. Dus ja. Zijn vader, Prescott Bush, die zat in de raad van bestuur van de United Bank of America. Of de United American Bank. Dat weet ik niet precies, maar je kan het zo vinden. Prescott Bush. Uh, moet je intypen Prescott Bush, Prescott P R E S van pres van president pres en dan COT en COT is C O T O T O een dubbel T O dubbel T en dan Prescott en een Bush B U S H en dan weer Prescott Bush en nu je Auschwitz en dan krijg je gelijk allemaal info hoe Prescott Bush dus de vader van George Herbert Walker Bush hoe Prescott Bush betrokken was bij de financiering van onder andere Auschwitz. Ja, joh, Dan ben je het ook niet gelijk. Nee, dat kan niet, Perry. Dat waren die Duitsers. En die hebben dat zelf betaald. Want die Duitsers hadden heel veel geld verdiend aan de Depressie. Ja, je weet wel, die economische depressie die ze er hadden, die crisis. Oh, daar dus zijn die Duitsers heel rijk van geworden. Dat is allemaal geld. En van al dat overtollige geld zijn ze toen uh, uniformen gaan kopen vooral die soldaten. En uh, allemaal legermateriaal aangeschaffen. En toen hadden ze zoveel geld hè, verdiend aan die economische crisis. Nou, toen zijn ze dus ook in Polen zijn ze, uh, die kampen gaan bouwen. Yo, zo was dat, Piri. Want ja, we denken allemaal economische crisis, dat is niet leuk. Nou, die Duitsers wel hoor. Die zijn er stinkend reek geworden. Kijk, die mensen die dat zeggen, die hebben een gaatje in hun hoofd. Duitsland is economisch gesproken op de knieën gebracht. Met die economische crisis. En dat had alles te maken met een handelsembargo wat Duitsland werd opgelegd. Waardoor de export van Duitsland met 10% in elkaar donderde. En dat veroorzaakte een domino effect in de economie. Ja, dus ja, als je 10% van je omzet kwijtraakt als land, dan gaan er dus fabrieken dicht. Maar dan gaan vervolgens ook de toeleveranciers gaan dicht. En nou, dat, dat heeft een hele uitstraling in de hele samenleving. En de mensen die geen geld meer verdienen, die moeten vervolgens een uitkering krijgen. En heb je weer mensen nodig die moeten gaan toezien op het uitkeren van de uitkeringen dat kost ook weer geld. Kortom, je zit op een neerwaarse spiraal. En zo is het Duitsland economisch aan de afgrond gebracht. En Duitsland had echt helemaal geen geld meer. En trouwens, Duitsland heeft aan het einde van de Eerste Wereldoorlog met het verdrag van Versailles hebben zij zijn schuldbekentenis moeten tekenen. Voor, ja, totaal belachelijk, want het was Duitslands haar schuld helemaal niet dat ze betrokken werden in de Eerste Wereldoorlog. De, ze werden aangevallen en ze hebben zich verdedigd. En zoals je dat hoort te doen als een goed veldheer. ga je je verdedigende strijd niet binnen de eigen landgrenzen voeren. Kijk, als je weet dat je aangevallen gaat worden. dan ga je het vijandige, op, vijandige leger opzoeken. en het in de pan hakken daar waar het zich staat op te stellen. En niet ga je lopen wachten tot die vijandige leger helemaal toegerust is, uitgerust is. en bij jou de grens overkomt trekken. en dan een beetje lopen jeremiëren tegen je moeder. Nee, Je neemt natuurlijk. Uh, wat is het ook weer. Aanvallen is de beste verdediging. Maar Duitsland werd aangevallen. in de Eerste Wereldoorlog. Nou, daarom hebben ze zich verdedigd. En vervolgens keelde, keerde de hele wereld zich tegen Duitsland. En vervolgens moest Duitsland reparatiebetalingen gaan doen. En dat sloeg helemaal nergens op. En ze raakten ook nog allemaal stukken land kwijt. En heel pijnlijk was het land wat ze kwijtraakten. naar. Uh, de, wat noemen we nu. Bruisen of zo. Er, uh, die, die, die beroemde stad. Uh, uh, wat is dat? Hoe het? Zat, later werd dat communistisch en. Dat werd toegekend aan Polen. Hè? En er was een corridor naar Oost-Pruisen. Maar die corridor die werd ook nog afgeknepen. Allemaal lullige dingen met die Duitsers werden eruit gefroten. Die Duitsers hebben echt het bloed onder de nagels vandaan gehaald. En het allervervelendste van die Duitsers was nog dat ze intern ook vernakkeld werden met die marionet van de paus. Want dat dus heb ik al in de theorie achter de samensweringen duidelijk gemaakt: het is als jij je gaat verdiepen in de samensweringen, dan kom je uit bij de paus. Op alle terreinen kom je uit bij de paus. En trouwens, wat ik ook laatst weer leerde van katholieken zelf: want die, die weten ook niet half wat ze het over hebben, maar ja, die zitten allerlei dingen te verklappen waar ze eigenlijk, uh, ja, noem het maar, ze hangen hun eigen vuile was buiten. Maar kardinaal Spelman, de kardinaal die achter de oorlog in Vietnam zat, en dus al jij je ooit hebt afgevraagd van waarom is Amerika toch een oorlog begonnen buiten de eigen landsgrenzen, terwijl dat helemaal niet mag volgens de grondwet? Nou, dat komt omdat de paus erachter zat. En als de paus ergens achter zit, you believe me, die krijgt zo goed als alles van elkaar. En zijn handlanger in Amerika, dat was kardinaal Spelman, en dat was een reetridder. Dat was een homoseksuele man. Dat was een sodomiet. Dus uh, als je wel mij vraagt uh, van, Peggy, uh, hoe denk jij dat de katholieke kerk uh, dan omgaat en denkt over sodomie? Dan zeg ik tegen jou, nou als jij kardinaal bent en je doet netjes wat de paus zegt, dan maakt het helemaal niet uit wat je doet. Dan mag je zelfs seks hebben met kleine kinderen. Als jij maar doet wat de paus zegt. Dat is de wereldorde namelijk. En wat die wereldorde dan zou behelzen, is dat die ons weet onder te dompelen in één grote harmonie, waarin we allemaal heel vriendelijk met elkaar omgaan, en dat het allemaal één groot succes wordt. En in die Pais en Vrede maatschappij, daar zijn zij dan de stille heersers op de achtergrond. Dat is de bedoeling. Dat is de wereldorde. Terwijl wij, als wij denken aan een wereldorde, dan denken wij aan een orde die ontstaat in de kleine, op een kleine schaal. Dus hier in Arnhem zou je in de buurt waar ik nu woon. Daar zou je een buurthuis moeten hebben en daar kunnen de oude van dagen en ook de jeugd. Daar kan iedereen naartoe en daar wordt koffie gezet. En als je dan iets verschrikkelijks overkomt, dan kan je altijd daar naartoe. Dus je moet bijvoorbeeld het ziekenhuis toe en je hebt geen auto en je hebt je enkel verstuikt. Dan ga je naar het buurthuis en dan, of je belt even met een Instagrammetje of een WhatsAppje of zo ja, en dan heb je dus een buurt, en daar heb je een buurtleider. En dat je dan de verschillende buurten, die hebben ook weer een overlegorgaan. En daar heb je weer een leider van. En dan heb je dus ook de leider van Arnhem. Die wordt dus niet aangesteld van bovenaf, nee, die komt van onderaf. Want zo'n orde die bouw je van onderaf. Zo zit het in elkaar. Iedereen zit er af te vragen op welke manier nou een piramide gebouwd wordt. Van is het nou door marsmannetjes gebeurd, of hadden ze eerst dit of hadden ze eerst zes, hoe is het toch gebeurd? Maar één ding is zeker: die piramides in Egypte die zijn van onderen afgebouwd. Ze zijn niet begonnen met het top van de piramide te bouwen en die dan uh, omhoog te krikken en dan een steen eronder te schuiven, want dat, in het begin is dat nou wel leuk, maar op het einde moet je er een hele grote piramide omhoog takelen om daar de onderste stenen onder te schuiven. Snap je? En dat is precies het probleem. Wat zij nu ook hebben, is dat die piramide, die kunnen ze wel lekker intern bouwen, want intern hebben ze het aardig voor elkaar. Dus de paus, die mag zijn rolletje doen, maar dat is niet de enige heerser. Gedenk Johannes Paulus I, die werd gehopt, hè? na 33 dagen in ambt te zijn geweest. Hij heet ook wel de Septemberpaus. En dus zo machtig is de bekleder van dat ambt nou ook weer niet. En ze hebben dus onderling een bepaalde machtsverdeling afgesproken en dat werkt op zich prima. En nu is er dan nog de truc om ons allemaal eronder te krijgen. Denk even aan die piramide, die, die top moet je opheffen, omhoog heffen. Opheffen dat zou mooi zijn, hè? Maar die moet je omhoog heffen en dan moet je dus de rest eronder zien schuiven. Om dat grote geheel te krijgen. En ze zijn dus begonnen met zichzelf te verenigen. En dat noemen ze waarschijnlijk de nieuwe wereldorde: dat het verenigen van de, de lui die ons gaan domineren. Dat ze onderling geen ruzie meer maken, maar dat ze een eenheid gaan vormen die ons gaan domineren. Daar gaat het dan. En Rusland en Amerika, waar wij, waarvan wij dus geloven dat die hebben ooit een oorlog gehad, een koude oorlog. Dat was alleen maar om ons voor de gek te houden en ons bezig te houden. Zodat wij zouden gaan denken, oh nee zeg, oh nee, maar wel in de gaten houden. Ja, want als die Russen atoomwapens, nou, nou, dat, nou, dat wordt wel gevaarlijk hoor. Die, die twee naties die waren al allebei, dus Amerika en Rusland, stonden allebei al onder de paus. Dus iemand als Jozef Stalin, die was al uh, door Jezuïeten getraind. Het was, uh, heel Rusland zat al in de pocket van de paus. En heel Amerika ook. Ja. En dan is er dan voor de buitenwereld een koude oorlog tussen die twee. En dat heeft alleen als voordeel gehad voor de PAUS, zijn organisatie, de organisatie van de wereldorde. Dat ze fondsen vrij konden maken voor zogenaamd voor oorlogstuigen en allemaal belangrijke investeringen. Maar die poen die vloeiden direct naar het Vaticaan. Daar niet direct, maar via via ging het. Naar het Vaticaan. Of de organisatie die erbij hoort. Ik zeg maar even Vaticaan voor het gemak. Maar het is een hele belangrijke uh, uh, een bruggenhoofd van die jongens. Het is ook de het is the Woman Riding the Beast. En de, de, de beschrijving van die wereldorde. In de historie was het al bekend dat dit eraan zat te komen. Dat staat in de Bijbel namelijk. En de Bijbel is niet vorig jaar geschreven. Ik ken mensen die denken dat. Hè? Die zeggen dat ook. Die komen uit Servië. Maar ik maak me echt zorgen over het IQ van de gemiddelde Serviër. Die beweren dus dat de Bijbel geschreven is in de 19e eeuw. Dat is echt belachelijk. Laten we maar hopen dat die Serviërs die ik ken. die dat soort dingen zeggen. dat dat. Ja, toevallig hele achterlijke mensen zijn. Laten we maar hopen dat het niet normaal is onder de Serviërs. dat ze zo dom zijn. Anyway. Dat is die wereldorde. En die, die theorie daarachter. Die nieuwe wereldorde is om de boel weer te motiveren met een leuke kreet en, uh, en we gaan er allemaal voor en, en dat soort dingen. Terwijl ze ja, niet meer kunnen dan overal de, uh, de politieke en de politie onderdrukking namens de staat op te voeren. En dat geeft je toch te denken. Want het is wel een paardenmiddel wat ze toepassen. De, er is een uitspraak van een of andere vent die dan achter de schermen aan de, touw, aan de touwtjes trekt. Hè. En die zegt: Er is geen betere slaaf dan de slaaf. Die denkt dat hij in vrijheid leeft. Die zal het hardste werken. Want die denkt dat hij vrij is. En ja, de mensen die ik ken, en niet allemaal hoor, er zijn een hele hoop die, die, die vinden zichzelf leven in een vrije samenleving. Heel veel mensen hebben in de gaten dat bijvoorbeeld die uh, vliegtuigpassagierscontrole op Schiphol, dat die helemaal nergens op slaat. Dit is puur laten zien wie er de baas is. Nee, ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb er toen wat van gezegd ook. Had ik. Uh, nou ja. Mijn dochter was hartstikke boos in elk geval. Ik ben ook gearresteerd. <laughs> ook weer. Uh, nou, daar zat ik een keer een leuke uitzending aan bijten. was erg, erg grappig. Heel informatief. En wij snappen het nu in toenemende mate dat wij onderdrukt worden. Dus het is wel een risico wat ze aan het nemen zijn. Hè? En wat ze dan nu doen is het, uh, het Westen een schuldcomplex aanpraten dat wij zo slecht zijn voor het milieu. Dan slaat het helemaal nergens op. Je moet eens kijken in Afrika, hoe ze daar omgaan met het milieu. En dan schrik je helemaal kapot. moet je eens kijken, als je het hebt over de kwaliteit van de lucht. Hè, waar mensen. Ja, stikstofoxide, stikstofdioxide. Oh nee, oh. Ja. moet je eens kijken in Sao Paulo. Moet je daar eens een stikstofoxidemeter ophangen? En dan schrik je, je helemaal kapot. Moet je kijken naar een stad als Casablanca in Afrika. Dat is nog een redelijk moderne stad. Jongen, je schik je helemaal kapot. Hey, wij, de westerse mensen, hebben, hebben een hele hoge moraal. En als je dat zegt, dan zijn de blanken de eerste die over je heen gaan vallen: Nee, dat is helemaal niet zo, want wij hebben de slavernij veroorzaakt. Dat is ook een, echt een hele gemeene leugen. We hebben de slavernij niet veroorzaakt. We hebben eraan meegewerkt. En iedereen deed eraan mee. Dat is geen excuus, dat weet ik wel, maar iedereen deed eraan mee. En ja, als Piet, Henk, Karel, Joost en, en Klaasin iets hebben gedaan, dan is het een beetje raar om alleen Piet erop aan te spreken. Je moet Piet er ook op aanspreken. En wij, de blanke soort mensen, wij zijn toch de enige geweest op de hele wereld die bij wet hebben verboden dat dat ooit nog mocht gebeuren. Dat is in saoedi arabië nog niet uh, door het parlement gekomen hoor. Dat ik even weten. Nou, dit was dan uh, deel 1. Ik denk dat ik uh, zo dadelijk gelijk doorga hoor. Dus uh, Ik kan even een kopje thee gaan halen. En even op de pauzebutton drukken. En dan hoef ik dus nu niet uh, officieel even af te schrijven te nemen met Chuhuz op zijn hamburger. Maar ik uh, kom zo dadelijk terug. Ja, tot zo. Nou, uh, we gaan weer vrolijk verder over de, de theorie achter de wereldorde. Ik heb net in het eerste deel heb ik ongeveer besproken de geschiedenis. Ik heb het niet zo heel lang teruggepakt. Het, het gaat om de katholieke kerk en de organisatie die erbij hoort. En we hebben het over de theorie. Kijk, de theorie van het feit dat een katholieke kerk nodig is, komt omdat de oorzaak van het menselijke bestaan die kan niet gevonden worden in de, in de materie. Dus er is geen wetenschappelijke verklaring. voor het menselijke bestaan. anders dan dat je namens de wetenschap. methode kan zeggen. mensen bestaan, want ze zijn er. Mensen maken. ze maken kruiswoordraadsels. en andere mensen betalen die mensen die kruiswoordraadsels maken. En dan gaan die mensen die, de mensen die de kruiswoordraadsels hebben gemaakt... en die hebben ze betaald dan... dan gaan die mensen dan met die kruiswoordraadsels naar huis in die boekjes... en dan gaan die mensen proberen of ze dat kruiswoordraadsel op kunnen lossen. Nou, dat is iets dat doen bakstenen niet, dat doen giraffen niet. En koolstofmoleculen doen het ook niet. Koolstof is geen molecuul, het is een atoom. Ja, ik bedoel CO2 of uh, CH4 of... Uh... Gewone moleculen gebaseerd op koolstof. Kijk, de mens is een wezen gebaseerd op koolstof, net als een plant en een dier. Maar planten en dieren die hebben niet zo'n kruiswoordraadselcyclus. <laughs> Het hebben alleen mensen. Nou, daar is vanuit de wetenschap geen verklaring voor. En men heeft heel lang geprobeerd om dat toch te vinden. En toen het alsmaar niet lukte, toen is men op het idee gekomen dat het misschien wel eens helemaal onmogelijk was. En toen zijn ze mensen erover na gaan denken. of het soms stomweg niet gevonden is, omdat het namelijk niet te vinden is. Omdat de wetenschappelijke methode tekortschiet om het te kunnen verklaren. Dat is een heel ander uitgangspunt. Dus je. Je vindt iets niet en dan kan je zeggen ja dat komt omdat we nog niet genoeg gezocht hebben en ik beloof je als we maar doorzoeken dan vinden we het wel en dan weten we waar het menselijke bestaan met alles wat erbij hoort waar het vandaan komt en waarom dat is dat het logisch is dat je dat vanzelf krijgt. Nou als je dat alsmaar niet kan vinden dan kan je denken van ja de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en ik ga het nog een keer proberen en dan nu heel anders en nu gebruik ik de snaartheorie. Een snaartheorie, je hoort er niks meer van. Maar dat was toen ooit zo'n gedoodverfde nieuwe oplossing. Heeft helemaal nergens toe geleid. Dat is alleen maar heel erg ingewikkelde wiskunde. En leuk voor nerds: met een pocket protector. Als je die dingen nog kent. Ja. Een pocket protector, dat is een stukje plastic. En dat doe je dan over je borstzakje van je geblokte overhemd. En dan kan je over dat stukje plastic schuif je dan je balpennen. Want als je je balpennen zonder meer aan je borstzakje zou vastklippen. dan zou je borstzakje kunnen gaan slijten. En dat wil zo'n nerd dan niet. Dus die heeft een pocket protector. Nou, die nerds met de snaartheorie die zijn er ook niet achter gekomen. Nou, dat is allemaal niet zo verwonderlijk. Want aan het begin van de 20 e eeuw heeft op dit terrein. en dat is het vinden van de antwoord op de vraag... is het überhaupt mogelijk om op basis van de empirische methode... op basis van de wetenschap en modellen... te komen tot een verklaring van het menselijke bestaan? Is het überhaupt mogelijk? Ja of nee? Huh? Of we moeten zeggen, uh, misschien of nee? Het huh? is dus misschien mogelijk of het is niet mogelijk? Er zijn gewoon twee mogelijkheden... Huh? Want als je zegt ja, dan, dan moet je gelijk komen met uh, hoe zit het dan in elkaar. Nou, dat kon dus niet. Dat, dat kan nu nee, in dan dagen nog niet eens. Dat kon toen ook niet. Dus het was zo, is het misschien mogelijk of kan het helemaal niet? Nou, en in het begin van de 20e eeuw heeft een Nederlandse man... geboren als Gerard Heijmans... waar het Heimanscollege College vernoemd is. En het Heijmans College, dat lag toen aan de Jansstraat... In Groningen. En ik heb daar op school gezeten. Nou, Heimans heeft in zijn hoofdwerk. En dat hoofdwerk van Heimans, dat, dat heet Inleidingen in de Metafysica. Dat is een klein handzaam boekje. Ik heb het hier. En nee, je mag het niet lenen. Als je het wil hebben, dan koop je het zelf maar. En het is nog prijzig ook, dacht ik. Ik weet niet eens of het nog gedrukt wordt. Er zal, denk ik, inmiddels geen copyright meer op zitten. Dus oh ja, ik zou ooit zou ik de moeite kunnen nemen om het te fotokopiëren. te voorzien van een nieuw voorwoord en het alsnog op de markt te brengen. Maar daarin laat uh, professor-dokter uh, Gerardus, zo heet die Gerardus Heimans, zien. Dat het onmogelijk is om op basis van de wetenschappelijke methode, op basis van empirie en wiskundige modellen, te verklaren waar het menselijk bestaan vandaan komt. Laat staan dat je daarmee kan aantonen wat het nut is van het menselijke bestaan. Dus, op basis van wetenschap kan je alleen maar concluderen dat er mensen zijn. Is puur toeval. Dat het kan. Uh, is wetenschappelijk in de categorie. Uh, totaal onmogelijk. Maar het is kennelijk toch mogelijk, want het is gebeurd. Snap je de redenering? Ik pak even mijn thee. Dit gaat over de theorie. achter de nieuwe wereldorde. Hè, dat je dat even goed begrijpt. Ik kan er nog veel meer over gaan vertellen hoor. Maar nu even voor dit dan. Hè. Dus. Nou, dat betekent dat als mensen willen weten waar hun bestaan vandaan komt, en dus dat ze inzicht krijgen in wat het nut is van hun bestaan, want als je weet wat de oorzaak is van jouw bestaan, dan heb je wellicht ook een idee wat je dan moet doen. Dan heb je ook een idee wellicht wat het doel is van jouw bestaan. Nou, veel mensen zijn op zich niet geïnteresseerd in al die dingen. Die zijn al lang blij als ze uh, leuke omgang hebben met uh, blondines en brunettes en uh, ander tuig wat rondloopt in sexy kledij. Uh, tuigjes bedoel ik dan? Hè? In sexy tuigjes bedoel ik. <laughs> en uh, genotsmiddelen erbij, want ja. Uh... Een avond met een blondine zonder cocaïne. Ja, je moet er niet aan denken, toch? Als je verder geen doel in je bestaan hebt. Hè? Maar er zijn mensen die geven zich puur over aan het materiële bestaan. En die maakt het helemaal niet uit dat ze niet weten waar hun bestaan vandaan komt. En dat ze ook niet weten waar het toe dient. En nou, dat, er zit ze allemaal niks als ze maar met blondines en brunettes en andere. In tuigjes, gehulde vrouwelijke wezens. Periodes door kunnen brengen hangend aan hotelbars. En dan een afterparty op een hotelkamer met een minibar. Je moet wel wat te drinken hebben al die kook. Snap je? Er zijn ook mensen die vinden dat helemaal niet erg. En er zijn heel veel mensen die willen wel zin voor hun bestaan en die willen wel weten waar ze vandaan komen. En die mensen die vinden hun antwoord... zeker rechtstreeks bij uh, de filosofen zoals Immanuel Kant... Arthur Schopenhauer en Gerardus Heijmans... maar die lui geven alleen maar een, een tamelijk... Ja, je zou bijna zeggen kille uh, beschrijving van de oorzaak van het bestaan... En een warme beschrijving van de oorzaak van het bestaan. die vind je in de Bijbel. Hm? Er zijn ook andere manieren. Er zijn natuurgeloven. En je hebt uh, nog iets als het Hindoeïsme. maar daar weet ik niet veel van. Maar dan ben je er zo'n beetje uit. Hm? Ik wil zeggen met dit betoog dat. Los van het weten is het geloven een heel belangrijk onderdeel van het menselijke bestaan, voor zover die mens zich afvraagt waar hij vandaan komt en wat het doel is in zijn leven. En al en mogen er nog zoveel mensen zijn die zeggen: Nou, het doel in mijn leven is zoveel mogelijk blondines en brudettes uh, het naar de zin te maken. En meer niet, uh, los van die bevolkingsgroep heb je mensen altijd. En die willen daadwerkelijk meer weten van het leven. En als die mensen in contact komen met de pure inhoud van de Bijbel, dan doen ze niet mee met de katholieke kerk. Dan doen ze niet mee met een wereldorde. Die mensen willen wel een wereldorde, maar die willen een wereldorde onder God. Een wereldorde zonder heersers. En een mooi woord voor een heerser is een argont. En zonder dat in het Grieks is dat an. Dus wat ze willen is ze willen een anarchie. Ze willen leven in een maatschappij waarbij niemand op basis van achtergrond of zo, of papieren of uh, zeg het maar, de basis. Natuurlijk accepteert. Een christen het leiderschap van degene die ergens het meest verstand van heeft. Maar niets in het leiderschap, uh, zoals bijvoorbeeld de paus. Uh, de paus wordt aangewezen door een, nou, noem het maar, een complot. Een aantal kardinalen die gaan in het geheim een beetje. Bzz, 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 bzz. En dan zeggen ze: Ja hoor, Georgie Mario Berg ook, die overzet geworden. En waarom? Ja, dat mogen wij niet weten. Maar ze hebben daar een reden voor gehad. En wie heeft ervoor gestemd en wie heeft er tegen gestemd? Ja, dat mogen wij niet weten. Dan krijgen wij zomaar een leider door de strot gedaald. Dat hebben ze ook geflikt met de Europese Unie. Wij hadden duidelijk afgesproken met die jongens en meisjes van de Europese Unie. dat ze zich mochten te buiten gaan aan leuke dingen te verzorgen. zodat de handel binnen Europa gestimuleerd zou worden. Terwijl niemand eigenlijk wist waarom die stimulering nou nodig was. want de handel was al prima. maar er was kennelijk iets te verbeteren, zeiden ze bij Brussel. Dus nou, dan moest het wel, hè. Maar zeiden wij erbij: wij willen niet een politiek orgaan. We willen niet een Europese staat. We willen Europees handelsdingers gebeuren. Noem het maar een handelsblok. Dus vrije handel binnen de EU en iets als invoerrechten of zo, dat je daar wat aan gaat doen. Nou, en wat hebben we dan gekregen van die fijne jongens en meisjes van de Wereldorde? Hebben we hebben een president gekregen. En die president, uit welke stal kwam die? Ja, uit de stal van de paus. Kijk, zo, dat wil je dus niet. Snap je? Maar als bijbelgelovende christen wil jij een wereldorde die van onderaf is opgebouwd. Een wereldorde onder God. Onder de vader van onze Heer. Je weet wel, de big guy. Een bereshit barra Elohim. Hashemayim va'et haaret. Die. Elohim. In het begin schiep God. Hemel en aarde. Ja, dat was, wat ik net zei was Hebraeus. In het Hebraeus klinkt het interessanter. Dus. Dan lijkt het net alsof je heel verstandig bent. Hm? En ik ben ook uh, ja, niet van ijdelheid vreemd. <laughs> Bereshit, bara, Elohim. <laughs> Kijk, dat is de manier waarop een wereldorde tot stand zou kunnen komen, waarop die ook mag komen. Want niemand kan daar bezwaar tegen hebben. Dat je een wereldorde hebt die helemaal onderin gebaseerd is... op kleine gemeenschappen van mensen, maximaal een paar honderd man. En die gemeenschappen die wijzen, nou, noem het maar, leiders aan... toezichthouders, vertegenwoordigers, zeg maar iets, hè? En nou, zo'n die noem het maar de top guys, maar die zijn verkozen door de eigen groep en die doen dan het woord, die doen het woord namens de groep bij het overleg van groepen. Dus een enkele groep heeft een deelnemersaantal van zeg gemiddeld 150 mensen en dan heb je dat. Uh, Overleg tussen groepen. En dan moet je denken aan maximaal. noem uh, eens, misschien vijftig groepen die in één overleg gaan zitten. Maximaal, als je misschien wat kleiner doen. En dan heb je dus een overleg van. Noem het maar tien keer. Uh, 150. Dan heb je een overleg van 1500 man. Niet 1500 man in één zaal. Nee, de vertegenwoordigers van die groepen. Die gaan in een zaal. En die gaan overleggen. En dat herhaal je en herhaal je en herhaal je. Net zolang totdat je een overleg hebt. op mondiaal niveau. Kijk, daar heeft niemand bezwaar tegen. Maar wat wij niet willen, is dat zo'n wereldorde van bovenaf ons door de strot wordt geduwd. En wat zij niet willen, nou, dat zijn die lui die achter de Rooms-Katholieke Kerk zitten, die of met de Katholieke Kerk meelopen. Wat zij niet willen, is dat die wereldorde komt van onderaf. Want dan zijn zij hun baantje kwijt. Dan is een koning Willem Alexander, gewoon een man met een slecht gebit. En een akelige vrouw. En een stelletje eigenwijze kinderen. En meer is hij dan niet. Kijk, en dat wil Willem Alexander niet, want hij is heel erg gehecht aan het feit dat hij de koning is van Nederland, terwijl die man nog nooit van zijn leven iets voor Nederland heeft gedaan. Of ik moet het vergeten zijn hoor. We hebben ze vergeten in de krant te zetten of zo. Maar ik zou echt niet weten wat die man nou heeft gepresteerd voor Nederland. Een van zijn voorvaderen, dat was Willem de Zwijger. Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Ja, van die man is opgeschreven wat hij voor Nederland heeft gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld de. Dat was dat dan? Dat heette de Provinciën, denk ik. Die heeft hij. Uh, hij heeft die stadhouders van die provinciën uh, op met de neuzen dezelfde kant uit gekregen. En hij heette Willem de Zwijger. Hij had namelijk niet veel woorden nodig om zijn punt duidelijk te maken. En Willem de Zwijger vond ook dat de verschillende provinciën. Uh, zoals Friesland, Utrecht, Holland, Zeeland. Uh, wel, Gelre misschien wel. Je kan er zo nazoeken op Wikipedia. Daar hebben ze echt niet over gelogen dat iedere provincie maar zoveel mogelijk moest doen wat goed was voor die provincie. En wat goed was voor die provincie, dat wisten die mensen van de provincie zelf het beste. Kijk, dat is een centraal beheer wat je graag wil. En toen die provincie dreigden te worden aangevallen door de paus... die Spanje en de Spaanse koning uh, had gebruikt of in had gezet tegen de Nederlandse eigenwijsheid... En dat was de tijd van het protest... Tegen de Paus, waar wij het woord protestant nog van kennen. Dat is een bepaalde geloofscultuur. En toen die vervelende Spanjolen eraan kwamen. had Willem de Zwijger de beste ideeën. om die jongens van. Uh, red met tet te geven. Kijk, aan Willem de Zwijger had je wat. Maar hoe moet ik dat vinden van Willem-Alexander? De man die zijn studietijd is doorgekomen met diploma Prins Pils. Kijk, ik heb ook ontzettend veel gezopen tijdens mijn studietijd. Maar ik ben nooit te boek gesteld als Prins Pils. Terwijl ik toch echt wel een van de zwaardere drinkers was hoor. Dus. Maar mij kwam die eer niet te beurt. Ja, hij wel. Kijk, dat is voortrekken. <laughs> ja, dat is dus de strijd. En dat zeggen die luisters zelf ook, by the way. Zij weten dat als geen ander dat ze van boven moeten duwen, douwen. Want als ze dat niet doen, dan gaat het van onderaf komen. En dan is hun hemel op aarde voorbij. Want dan worden ze gelijk aan wie wij zijn. En dat ja, die bevoordeelde bevoorrechte positie. Dat uh, ja, die gaan ze voor. Wij gaan, het gaat ons niet lukken om dat tussen nu en een paar dagen op te heffen. Dan kan je vergeten. Het is wel zaak dat wij daar naartoe gaan werken. En wij dienen heel goed uh, te inventariseren hoe wij zijn opgelicht door die bende, door dat tuig. En dat wij een goede lijst maken van de soorten van misdrijven die ze bedreven hebben. Zoals bijvoorbeeld het beschermen van mensen die seks hebben gehad met kleine kinderen. Iets wat volgens de wet verboden is, maar Joris Demmink mocht het wel, want hij was secretaris-generaal van justitie. Ik pakte er maar eentje zo even uit mijn hoge hoed. Die zaak staat nog open. En het staat ons vrij om morgen naar het binnenhof te gaan van Den Haag. En te zeggen: van wij gaan pas weg als. Uh, als wij een gesprek hebben gehad over de zaak kwestie uh, Joris Demming. En wij nemen geen genoegen meer met uh, antwoorden à la Ivo opstelde die zegt. ministers liegen niet en nou moet je verder niet zeuren, snothaap. aap. En misschien dat er dan een paar rake klappen moeten vallen. En nu is het nog zo dat mensen die werken bij de marechaussee en bij de politie... ...ja, die zullen ons dan gelijk uh, van jetje gaan geven... ...want je moet wel van onze leiding afblijven... ...en we gaan even Joris Demming beschermen en hiervoor opstelten ook. Maar we kunnen hem te, op termijn toewerken naar een situatie... ...dat mensen binnen de marechaussee en binnen de politie... ...dat die op de hoogte zijn van de scam. En dat die mensen van de politie gaan denken... ...nou, als Joris Demming een paar tikken krijgt... ...een boontje komt om zijn loontje... En nee, ik ruk niet uit met mijn politiebusje. Nee, waarom zou ik? Ik heb namelijk nou een lekker band. En ik kan er niks aan doen. Hij die tijd kan aanbreken. In de Bijbel staat dat er een bepaalde volgorde is waarin de pleuris uit zal breken. En ik ben bezig om die volgorde uh, te ontrafelen. Want het staat in het boek Openbaring. En dat boek Openbaring gaat niet door voor het meest eenvoudige stuk van de Bijbel. Dus ik, ik geef het me eerlijk toe dat ik niet nog alles uh, goed weet. Ik weet dat, het, dat er erg. Uh, bepaalde dingen snap ik dan. Het eerste wat er moet gaan komen is een periode waarin wij denken dat er een mondiale vredestijd is aangebroken. En dat wij dan denken dat de wereldorde er eindelijk is. Die moet eerst nog komen, want die is er nu nog niet. Dus eerst moet er een tijd komen van, van vrede. En dan komt er een tijd. Ik weet niet precies de volgorde door. Maar het zijn de ruiters van de apocalypse. Daar gaat het om. En de eerste is een, uh, een ruiter op een wit paard. En dat is de tijd van de vrede. En dan komt er uiteindelijk. la En dan komt er op een zwart paard. Een, his name is Death of zo. Zijn naam is dood. En verderf komt er nog, en dan komt de hongersnood. Eerst krijg je oorlogen, dan komt hongersnood, dan komen de ziektes. En dan komt de ommekeer. En iemand als Jörg Liesman die zegt dat dat scenario zich zal gaan afspelen tussen nu en 150 jaar... En hij zegt daarbij: van ja, ik heb geen kristallenbol. Dit is een puur emotionele uitspraak waarbij je, denk ik, mee moet laten tellen. dat Jurk Liesman dat ook zegt tegen de wereld. In die zin zoals een ouder tegen zijn kind kan zeggen: van nou, het komt allemaal wel goed hoor. Uh, hè? Want ja, je moet er toch niet aan denken dat die puinhoop waarin we nu zitten, dat dat nog 3000 jaar gaat duren. We vinden het eigenlijk wel erg genoeg geweest. Tenminste, ik vind het eigenlijk wel erg genoeg geweest. Het, het enige wat er nu nog aan de hand is, is dat mensen niet beseffen hoe erg het is geweest en hoe erg het nu is. En mijn dochter die zei laatst tegen mij, ja mensen moeten niet zoveel consumeren, dat mag wel een gaatje minder. En dan denk ik, ja. Kijk, mijn dochter weet niet beter. Maar ik weet nog dat de binnenstad van Arnhem, toen mijn dochter geboren werd, jongen... Er stonden mensen op zaterdagochtend bij de bakkerij. En stonden ze buiten te wachten. Omdat ze allemaal aan het consumeren waren. Het was een heel klein bakkertje. Die verkocht ontzettend lekker brood. En dat was voor de gewone aannemer prima te betalen. Met name Frans Bruin. Dat heb ik er veel gehaald. Dat was een Frans boerenbruin brood. En dat was lekker, jongen. Nou, bij die bakker, hij is er nog wel, maar dat succesnummer is voorbij. Of zaterdagochtend kan je er gewoon naar binnen en dan kan je gelijk bestellen wat je wil. Er staan geen mensen meer in de rij. Dus de consumptie in Arnhem is in de laatste twintig jaar behoorlijk achteruit gegaan. Maar mijn dochter weet er niks van. En die is, wordt helemaal geïndoctrineerd en die denkt dat we nog minder moeten gaan consumeren. Want anders dan gaat het milieu uh, kapot. Dat heeft helemaal geen donder mee te maken. Het feit dat, uh, dat, uh, dat heet het bakkertje, dat het bakkertje in Arnhem niet zoveel broden meer verkoopt. Dat houdt niet in dat het dan hier in Meinerswijk, zo'n plas hier bij Arnhem, dat daar dan meer ganzen zitten. Maar maakt die ganzen het nou uit hoeveel broden er verkocht worden door het bakkertje? Het maakt mij wat uit. Dat ik denk, jeetje, wat is dat brood allemaal duur geworden? Ik betaal voor een halfje gesneden wit. Hier bij de bakker betaal ik 1,25 euro. Dat is in guldens uitgedrukt. Is dat uh, drie gulden. Ja, ongeveer. Bijna 3 gulden. 20 jaar geleden kostte een heel brood kostte je 1 gulden 50, dus een halfje dat was 75 cent. Dus het brood is in 20 jaar tijd vier keer zo duur geworden. Dan kan jij gaan uitrekenen wat dat is aan inflatie. Een inflatie van 10% houdt in een prijsverdubbeling per 7 jaar. Dus een verviervoudiging in 14 jaar. Dat is bij 10%. Dus als je ieder jaar 10% erbovenop doet, ben je na 7 jaar, heb je het betaal in het dubbele. En wacht je nog 7 jaar, dan heb je weer het dubbele van het dubbele. Dan dus heb je het vier keer zo duur. Nou, het brood is hier in Arnhem vier keer zo duur geworden in 20 jaar. Nou, in 14 jaar zou het inhouden een inflatie van 10 procent. We hebben het nu, die, die verhoging van een factor 4 in 20 jaar. Dus dan heb je het over een inflatie van 7 procent. Maar staat dat in de kranten, een inflatie van 7 procent? Nee, natuurlijk niet. Ze kijken wel linker Het Centraal Bureau van de Statistiek, dat zijn leugenaars. Kijk, en wij hebben dat niet in de gaten. Wij laten ons misbruiken. Doordat wij geen rekenvermogen meer hebben. Nou, en dat betekent dat wij... Uh, ja, we kunnen onze tieten nat maken. Maar we gaan helemaal down. En dat zal wel moeten... En als wij tot inzicht komen, dan dwingen wij het een en ander sneller af. En als wij niet tot inzicht komen, dan gaat dat hele proces zoals het in het boek Openbaring beschreven staat, heel langzaam, stap voor stap, een gangetje. En die luid daarboven, die mensen die van de paus zijn. Die met de paus meedoen. En ja, koning Willem-Alexander is van de paus. Die heeft uh, innige banden mee. Net als Adolf Hitler destijds. Onze koning ook. Zijn vrouw, uh, Maxima Zurghetta. Die komt ook uit Argentinië. Die paus ook. Ze doen dus een mooie foto van uh, koning Millem Alexander en uh, Prinses of koningin Maxima. Uh, bij Giorgio uh, Mario Bergoglio. Ja, Maxima en Giorgio Mario Bergoglio die kennen elkaar. Van vroeger. En die willen niets lievers dan dat wij niet in de gaten hebben hoe onze economie kapot gemaakt wordt. En geloven nou maar dat doen ze. Die massale immigratie is om de economie in Nederland helemaal onderuit te halen en de Nederlandse bevolking op de knieën te krijgen. Aan de lijband van de overheersers. Dat is de theorie erachter. Ik zal er nog veel meer over gaan vertellen. Maar dat je goed weet dat waar we nu op afstevenen: dat is onvermijdelijk. En de enige. Reden dat je het kan afwenden. of dat je een eigen draai kan geven. aan de ontwikkeling van de gebeurtenissen. tussen nu en de nabije toekomst. is dat de Nederlander. Anmas Bereshit Bagha Elohim. wat is het? Nou ja, Hashemiyin. ja, et Hashemiyin. ve et Haaretz. Gaat begrijpen. En ik, ik wil geen uh, onheilsprofeet zijn, maar ik heb toch zwaar de indruk dat het begrijpen van de Nederlander van één zinnetje, wat luidt in de schiep God, hemel en aarde, dat dat er voorlopig niet in zit. Daar is de Nederlander intellectueel niet genoeg uh, kundig voor. De Nederlander die zal eerder denken, in den beginnen waren er ook al blondines en brunettes en cocaïne. Nou, ja, en dan kunnen we lekker wachten op het eindresultaat van zoveel stupiditeit. Snap je? En op die stupiditeit van ons hebben zij daarboven alle poen, alle dingen, ingezet. Tja. En op zijn hamburgs, uh, zonder al te veel zorgen te maken hoor. Zouden jullie ook niet moeten doen. Want het gaat toch gebeuren zoals het in de Bijbel staat. Of wij het nou erg vinden, of wij er nou zorgen over maken of niet. Het gaat toch gebeuren. Want wij zijn ongelovig. En wij verdienen niet beter dan dat we tot nu toe al gekregen hebben. Snap je? Dus tegen jullie zeg ik heel geruststellend op zijn hamburgs, Tjus! En uh, dag lieverds!